We did it! Yo! Ontbijt. Het is de volgende ochtend. Goedemorgen allemaal. We hadden gisteren een heel leuk feestje. En nu hebben ze het ontbijt lekker bij me thuis gebracht. Een soort ontbijtje op bed. Maar dan niet op bed, maar in de tuin. Ontbijtje in de tuin. Op naar de eerste ochtendmeeting. Goedemorgen, hoe is die niet? Wij zijn best nog even doorgegaan gisteravond. Nee hoor, dat valt wel mee. Uiteindelijk was het feestje een beetje afgelopen. En iedereen ging slapen. En op een gegeven moment, wij zaten nog. En op een gegeven moment horen we geluid uit het bluetooth-speakertje komen. Zo, deze. Zet iemand gewoon porno te kijken? Porno te kijken! Maar het bluetooth-speakertje neer te zetten, ja. Nee. Ja. Zie je, wij hebben echt goed gedaan hoor. Zat iemand porno te kijken via jullie bluetooth-speakertje? Nee, via hij was geconnected aan het bluetooth-speakertje. Oh. We hebben het niet uitgedaan. Dus wij hoorden denk ik, want ik was mijn telefoon kwijt, dus we moesten terug. Toen hoorden denk ik, Wat leuk verhalen. We hebben net de punten gekregen voor het spelletje van gisteren. Het team van Kai heeft gewonnen gisteren, krijgt 35 punten. Ik kom daar net na met 30 punten. En Bobby ging minder lekker, die krijgt 10 punten. Maar Nienke, haar team, 5 hele punten gescoord. Het is echt zo na, jongens. Nu hebben we even tijd om te chillen en dan gaan we cocktails eten, drinken, maken. Iets met cocktails. Zoals je ziet is het nu avond en we hebben ook weer een leuk spelletje in de avond. Dit is een spelletje wat ik leuk vind, want zoals jullie misschien wel weten ben ik vorig jaar nog professioneel barman geweest bij Carlo's TV Café. Bij Carlo Boshart in zijn show. En daar maakte ik elke week een cocktail en we gaan nu cocktails maken. En daar krijg je punten voor hoe goed je het doet. Op de tafel hierachter hebben we dus alle ingrediënten gepakt. Nu kunnen we aan de gang met onze eigen cocktail. We zijn met een heel team, dus ik weet niet precies hoe we het gaan doen. We moeten de enige echte perfecte cocktail maken. Taste pina colada, sorry. Ambition. Dit is dus het uiteindelijke product. We call it SpongeBob's house. Looks delicious. We can get to your heart. There you go. Wow. Okay. I think it's very good. That's all I'm gonna say right now. Very good. Erg lekker. Echt lekker. Echt lekker. Echt lekker dat. Ja, dat zei hij. Even een happy. So my final decision. Oh my god. This one. Yeah! We did it! Woo! Zijn al mijn dagen Carlo's TV Café als cocktailshaker toch nog ergens goed voor. We gaan vandaag een slide af. En die slide hebben ze gemaakt ergens in een soort van woestijnachtige omgeving waar een meer is. En je sluit dus zo superstijl met de schans het water in. Nick Jonas die gaat dan pineapples gooien en die moeten we dan vangen. Daar krijgen we punten mee. En ik hoop dat ik meerdere keren van die slide mag. En dan hoop ik dat we deze winnen. Want we staan tweede op dit moment in het klassement. Dus alles kan nog gebeuren. Als we dit spel winnen vandaag, dan winnen we de hele Malibu Games. De busreis om bij het spel te komen duurt ongeveer een uurtje, zeggen ze. We hebben de beste plek van de bus. Kai en Bobby, zoals je misschien kan zien. Ja, die kan je dus niet zien, dat is het probleem. Die konden helaas niet mee, want die zitten op de wc te kakken. Die hebben extreem dunne kak. Met heel veel. En heel veel. Everyone! Are two worlds apart. Zoals je misschien al een beetje kon zien is de omgeving wel even flink veranderd hier. Zo hé. En we zijn weer in de woestijn. Raar. Oh shit. Oh.
Dat is ook gelukt. Lekker hobbelig ritje. Volgens mij zijn we nu bij die slide. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Ik ben nu 3 keer van die slide geweest. De eerste keer had ik die pineapple echt bijna. Ik zat heel dichtbij. De tweede keer, we kijken wat gebeurt er ook alweer. De tweede keer begon het toch aardig pijn te doen. En zat ik minder in de buurt van de pineapple. Toen dacht ik, weet je, ik ga nog 1 laatste keer. En toen zat ik niet echt in de buurt van de pineapple, maar ik had ook pijn, jongen. Mijn reet is echt helemaal blauw. En dat wordt helemaal leuk, omdat we morgenochtend vertrekken op onze vlucht. 20 uur terug naar huis. En dan zit ik op diezelfde reet. Doet aardig pijn. Maar wat wel de pijn een beetje verzacht. De Malibu Games zitten erop. We horen zo meteen, denk ik, de score. Wie er gewonnen heeft. Het is spannend. En daarna hebben we 1 groot dik eindfeest. En daar heb ik wel zin in. Okay, so let's have it. Let's have it. It's a close one. Runner-up has 80 points. The winner has 85 points. Okay? This is a close one, guys. But with 85 points, there's no coming around. There's no, I cannot cheat or anything. This goes to the Beach Bomber! Yeah! Let's hear it for them and give yourselves a... Het moment is daar. Het is klaar. Het einde van de Malibu Games, het was mooi. Ik heb met mijn team nog gewonnen ook. Het huis, dat ga ik niet allemaal filmen, dat is gewoon 20 uur op een stoel zitten en slapen. Hopelijk. Het is 26 uur, schat. 26 uur? Ja. Nou, dat is helemaal lekker. Heb je een leuke tijd gehad? Ja. Oprecht. Je hoort mijn stem, hè? Ja. Kan je ook? Had je al verteld dat ik laatste was geworden? Nee, dat ga ik nu eventjes in detail linken. Ja, hallo. Je was wel niet zo goed in het spel. Nee, ho. Ik was heel goed en competitief, maar het mocht niet baten. Ik wil de kijkers van Thomas bedanken voor het kijken. En Thomas die heeft echt alles eruit gehaald van dit. Zo is het. Hey, daarmee ga ik een einde aan breien. Dankjewel allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben en dat we nog veel meer van dit soort reizen gaan maken. Dankjewel, Christel. Graag gedaan, ik ben trots op jullie. Je bent niet zoveel in beeld geweest. Oh, je hebt Christel in beeld. Ja. Christel, bedankt. Yay! Ik ga lekker slapen, dankjewel wat ik zei voor het kijken. Tot de volgende keer. Buenas noches. Ciao.